Liefdesbrieven voor A, B, C en D. Van Chris, 2010. Deel 1. Voor A. Ik wil hand in hand met je lopen op een vrij herfstige dag. En als we thuis komen, nat geregend, maak ik warme chocolademelk voor ons. We drinken het op in de keuken. En als je je eerste slokje chocolademelk neemt, ben je aangenaam verrast door de smaak. Lekker zoet, met een licht bittere nasmaak. Er zat best veel cacao in. Cacao. Cacaopoeder is afkomstig van de cacaoboom. Om cacaopoeder te maken wordt gebruik gemaakt van de cacaomassa van de boom. Onder hoge druk wordt de massa uitgeperst zodat er cacaopoeder en boter ontstaat. Het poeder is in vele verschillende kleuren en smaken te verkrijgen. Die smaak en kleur wordt bepaald door de kwaliteit van de cacaoboom en de temperatuur van het roosteren, maar ook door de zuurgraad van de boom. Cacaopoeder wordt gebruikt om chocolademelk van te maken. Voor B. Ik wil met je paard rijden. En hoewel ik dat niet kan en ik je ook nog niet zo goed ken, ik bedoel, ik leer best snel en ik kan best veel als ik maar mijn best doe. Hallo. Ik ben Chris. Voor jou speciaal zoek ik naar het mooiste goud in de wildste rivier. En doe me lekker knus in Rome, mocht ik je beter leren kennen. Voor C. Ik wil met je naar de zee, beste zee. En 's avonds, als het alweer wat koeler is, mijn tanden zijn witter dan normaal. Op blote voeten struinen we langs de waterlijn. En vlak voordat het koude water over je tenen spoelt, til ik je op. Even ben je zonder gewicht. Je associeert dit moment met een gevoel van eeuwigheid. Ik zet je weer neer en je voeten drukken het water weg uit het omringende zand. En nog meer romantiek. Voor D. Sletje. Ik wil met je trouwen in. Barbados. Eigenlijk ben ik helemaal niet verliefd op iemand met een D. Einde. Groetjes, Chris.